aangezien de sportman en sportvrouw van 2011 door omstandigheden niet aanwezig konden zijn op het Sportgala 2012, werden zij vrijdag 20 april alsnog door de gemeente in het zonnetje gezet. Bokster Alicia Hulske en skier Juri van Rooij werden door burgemeester Peter Maas en wethouder René Dekkers verwelkomd om toch nog de daarbij behorende versierselen in ontvangst te nemen. Het werd een gezellig onderrondje waarbij TV Meijerij nog de gelegenheid kreeg om met beide sporters te praten. Ik ben sportman van het jaar geworden en dat was dit voor de derde keer. En normaal omdat ik altijd in Oostenrijk zit en niet aanwezig kan zijn. En Alicia kon ook niet aanwezig zijn. We zijn vandaag met z'n tweeën hier gekomen om de prijs in ontvangst te nemen. Ja, we zijn veel aan het trainen. Nu is het seizoen afgelopen en begin mei dan gaan we weer beginnen met conditietraining, krachttraining hier gewoon in Rooij bij Health City. En lopen en fietsen natuurlijk. En dan gaan we ongeveer een kleine 10 dagen per maand toch naar Oostenrijk om daar weer op de skis te staan tot en met november. En dan beginnen de wedstrijden. En dan moet ik me dit jaar nog kwalificeren voor het WK. Dat is in Oostenrijk, in Slapming. Als je eenmaal kwalificeert, dan is de kans gewoon heel groot dat je mee mag doen. Ik ben sportvrouw van het jaar geworden. Vorig jaar was ik sporttalent van het jaar geworden. En superleuk. Ik kon er helaas niet bij zijn, omdat ik in Italië was, in een trainingskamp. Maar mijn moeder was wel geweest. En toen kwam ik thuis en zag ik een foto van mij staan op de kast en een ketting. Toen zei ze, ja, heb ik gekregen voor sportvrouw van het jaar. Ja, want je werd ook nog even opgebeld, hè, vanuit de sportgala. Hoe vond je dat? Ja, dat vond ik echt leuk. Dat ze toch de moeite hadden genomen om mij te bellen, weet je wel. Ik train met Arnold van der Leijden. En dan doen we voornamelijk conditietraining en sparren en zo, weet je wel. Vorig jaar het WK was ik derde geworden van de wereld. Ik hoop dat ik deze keer eerst door. In 2014 is de Jeugd Olympische Spelen. En als ik gewoon zo, als ik mijn best blijf doen en hard blijf trainen, dan zou ik daar naartoe kunnen. De Boksbond, die staat achter Alicia. Er zijn ook, er is ook geld aanwezig voor Alicia. Alleen, er is niet genoeg geld aanwezig voor Alicia. Dus wil zeggen, Alicia gaat naar Ierland, ook echt de boksland hoor. Engeland, Duitsland, Zwitserland, noem het maar op. Alleen in Alicia's gewicht is min 52 kilo. En ik denk dat de Aziatische landen, waar de wereldkampioenen zitten, in Alicia's gewicht, dat daar nog meer mogelijkheden zijn voor Alicia. Dus als zij naar China, Japan, India, Pakistan moet, dat daar nog betere sparringsmogelijkheden zijn, nog betere trainingsmogelijkheden, betere know-how is om Alicia te brengen waar ze moet zijn. Dus ze staat gewoon in de top van haar gewicht, van haar klasse, staat ze gewoon in de top. Bij de eerste drie zeker, laat ik het zo zeggen.